نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد best brothers and sisters best In het tweede deel van het verhaal van Yusuf alayhi salam hebben wij gezien hoe Aziz van en zijn vertrouwelingen, zijn naasten besloten om Yusuf alayhi salam alsnog tot een bepaalde tijd vast te zetten in de gevangenis. Dit terwijl zij de duidelijke, de zichtbare tekenen van zijn onschuld hadden gezien. En zo ging Yusuf onschuldig de gevangenis in. En met hem twee jonge mannen die beiden een droom hadden gekregen die hen bezig hield en waarover zij bezorgd waren. Yusuf salam berichtte hen over de betekenis van deze dromen en zij tegen Degene waarvan hij dacht, vermoedde dat hij gered zou worden en vrij zou worden gelaten. Noem mij bij jouw meester, bij de koning, en vertel hem over mijn onschuld, zodat hij mij bevrijdt uit deze gevangenis. Maar de satan deed die medegevangene, de schenker van de koning, dit vergeten. En zo. Bleef Yusuf alayhi salam onschuldig vastzitten in de gevangenis. En de jaren gingen voorbij. En in al die tijd nodigde hij in de gevangenis uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de Tawhid, naar de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de Iman. En waarschuwde hij voor een shirk. Voor afgoderij, voor veelgoderij en liet hij zijn hoge, zijn edele In hoogstaande karakter-eigenschappen zien. Hij was een ware muhsin, een ware weldoener. En daarom zegt Abd al Rahimahullah Azawajal, een van onze vrome voorgangers, kan Ilhsan Yusuf alayhi salam.

Die hem nodig had. Yusuf alayhi stond klaar voor hem. En zo gingen de jaren voorbij. Zeven jaren gingen voorbij. Tot op een dag: dat de koning van Egypte, genaamd ibn al ibn al-Walid, een droom kreeg. Een vreemde droom. Een merkwaardige droom. ديهم الله سبحانه وتعالى زختي رافر إن يوسف 43 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف and the koning van Egypt die said Waarlijk ik zie in een droom koeien die door koeien worden opgegeten. Zeven magere, zwakke koeien die hun kracht hebben verloren. Die eten zeven vette koeien die de maximale kracht hebben bereikt, die eten zij op. Wa sab'a sunbulatin in wa ukharayabisat en ook zie ik zeven groene aren en zeven andere droge aren. Deze koning, beste mensen, die zag zichzelf in een droom. In die droom, zittend aan de rand van een rivier. En uit die rivier verschenen zeven vette koeien, die vervolgens gingen grazen. Daarna kwamen uit diezelfde rivier zeven magere koeien, die op dezelfde plek gingen grazen als die vette koeien. Vervolgens bogen die zeven magere koeien zich over die zeven vette koeien en aten deze op. De koning werd wakker, angstig wakker, in paniek. Vervolgens ging hij verder slapen en toen zag hij in een droom zeven groene aren, die werden opgegeten. Door zeven andere droge aren. Hij werd opnieuw wakker, angstig, in paniek, want hij, want hij realiseerde zich dat deze droom een slecht teken was. En let op de woorden die hij uitsprak: Inni Ara, ik zie. Hij gebruikte de tegenwoordige tijd. Hij zei niet in Niaraetu, ik heb gezien, terwijl die droom al is geweest, maar hij gebruikte de tegenwoordige, tegenwoordige tijd om de aanwezigen te attenderen op het feit dat deze droom nog steeds gaande is in zijn geheugen, zich opnieuw steeds afspeelt. Die droom ziet hij nog steeds voor zich. Hij kan hem niet vergeten. De koning verzamelde meteen alle wijzen, geleerden, tovenaars en waarzeggers uit die tijd bij hem en berichtte hen over die droom. O oh, vooraanstaande, leg mij mijn droom uit, indien jullie werkelijk dromen kunnen uitleggen. Wat was hun antwoord, beste mensen? Het antwoord van die vooraanstaande, van wijzen, geleerden, tovenaars en waarzeggers. Zij antwoordden: Kalu Abdulathu ahlam." Zij zeiden: Dit is een mengeling van valse dromen. Deze droom, beste mensen, had hen helemaal in de war gebracht. Ze waren verslagen. Ze waren verslag. En daarom antwoordden zij: Kalu Abdulathu ahlam. Dit is een mengeling van valse dromen. Deze droom is een mengeling van verwarde, verstoorde dromen, zonder betekenis. En wij zijn niet bekwaam in het uitleggen van dit soort dromen, die afkomstig zijn van de duivel. Deze zogenaamde vooraanstaande mensen, die wijzen en geleerden, tovenaars en waarzeggers, die maakten hier drie groot, grote fouten, beste mensen. De eerste fout, zij waren onwetend. Zij hadden geen kennis over het uitleggen van dromen. De tweede fout, zij beweerden met stelligheid terwijl zij onwetend waren dat het adhathu ahlam waren. Dat deze droom een mengeling is van valse dromen. En de derde fout is dat zij ingenomen waren met zichzelf, in plaats van te zeggen: wij kennen de uitleg van deze droom niet. Bedrogen en misleiden zij zichzelf door te zeggen: wa man nhlu btauilil bi en wij zijn niet bekwaam in het uitleggen van dit soort dromen die afkomstig zijn van de duivel. Zij waren niet in staat, beste mensen, om deze vreemde en aparte droom uit te leggen. En zoals de eerste droom van Yusuf Waarbij hij elf planeten de zon. En de maan voor hem zag neerknielen, zoals deze droom de aanleiding was voor vele beproevingen, slechte tijden, rampen voor Yusuf alayhi salam. Zou deze droom van de koning de aanleiding zijn voor goede tijden, voor barmhartigheid en het goede voor Yusuf alayhi salam? De eerste droom van Yusuf a.s. Stond in het teken. En was de aanleiding voor bela en Shidde, Voor zware beproevingen en ellende. En de laatste droom van de koning. Die stond in het teken. En was de aanleiding voor Bushra en Rahme. Voor het goede, goede nieuws en voor barmhartigheid. De engel Jibril alayhi salam. bracht Yusuf alayhi salam. dit goede nieuws: dat hij zal worden vrijgelaten. Hij zei tegen hem: Allah subhanahu wa ta'ala. zal jou vrijlaten. en jou vestigen. en jou vestigen. op aarde. Op een positie waarbij de koning nederig tegenover jou zal zijn en hij zal jou gehoorzamen en jij zult het allerhoogste woord hebben tegenover jouw broers en dit allemaal vanwege de droom van de koning, de schenker van de koning. <coughs> Die ooit samen met Yusuf ay salam vastzat in de gevangenis. Die zag dit allemaal gebeuren. Hij zag dat al die geleerden en wijzen en tovenaars en waarzeggers dat zij niet in staat waren om die droom uit te leggen. En op dat moment herinnerde hij zich Yusuf alaihis-salam, Want hij was immers degene die zijn droom had uitgelegd.

Hij herinnerde zich Yusuf alayhi salam. Hij zei: Ik zal jullie over de betekenis hiervan berichten. Dus stuur mij naar Yusuf alayhi salam toe. Hij was er zeker van, beste mensen. Hij vertrouwde volledig op de kennis van Yusuf alayhi salam. Immers, hij had zijn droom uitgelegd, die later ook uitkwam. En daarom was deze schenker van de koning. Zeker van zichzelf. En sprak hij die woorden. Ik zal jullie over de betekenis hiervan berichten. De stuur mij naar Jozef. Hij sprak die woorden met zekerheid uit. Openlijk. Iedereen hoorde hem. En let op de grote. Een gigantische, gigantische wijsheid van de Alwijze. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij liet eerst zien dat die vooraanstaande. niet in staat waren om die droom uit te leggen. En niet dat Yusuf alayhi eerst die droom had uitgelegd, vervolgens de koning al die vooraanstaande zou verzamelen om hen die uitgelegde droom van Yusuf alayhi salam voor te leggen. Want dan zouden zij kunnen zeggen: dit wisten wij ook. Maar Allah subhanahu wa ta'ala wilde hiermee laten zien, wilde hiermee de verdiensten en de gunsten van Yusuf alayhi salam laten zien. En op hetzelfde moment <coughs> wilde hij laten zien dat al die vooraanstaanden niet in staat waren om die droom uit te leggen. En het was ook van de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala dat de koning deze droom kreeg, beste mensen, en niet een van de burgers. Of een minister. Of zijn vrouw. Maar de koning. Want als een van die mensen. deze droom had gekregen. dan zou de koning hier geen aandacht aan schenken. Maar Allah subhanahu wa ta'ala. gaf die droom aan deze koning. De koning kreeg die vreemde en merkwaardige droom. Die hem bezighield. Die het hele volk bezighield. De schenker. Die bezocht Yusuf a.s. op in de gevangenis. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala. ons heeft bericht. Yusuf o Ayyuh siddiq Hij zei, O Yusuf. De waarachtige. Hij zei niet, Ayyuh al-Sadiq. O Yusuf. De Eerlijke, de Oprechte. Omdat het woord As-Siddiq. niveaus hoger is dan As-Sadiq. Een As-Siddiq is iemand die onlosmakelijk verbonden is. met Oprecht, met Eerlijkheid. Iemand die in al zijn woorden en daden. oprecht is. Een waarachtige. <tie>

باي الله سبحانه وتعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Als daarin zeven vette koeien worden gezien die door zeven magere koeien worden opgegeten. En zeven groene aren en zeven andere droge aren. Zodat ik naar de mensen kan terugkeren en op dat zij zullen weten. In de hoop dat zij zullen weten wat zij moeten doen. In de hoop dat zij zullen weten wie jij bent. Wat jouw verdiensten zijn. Wat men jou heeft aangedaan. In de hoop dat dit een reden zal zijn voor jouw vrijlating. Yusuf a.s. gaf die uitleg. Zonder enige aarzeling. Zonder voorwaarden te stellen. Hij zei niet tegen de schenker: Waarom heb je mij niet genoemd bij de koning? Zoals ik je had opgedragen. Hij zei niet: "Ik zit hier onschuldig vast. Laat mij eerst vrij, dan zal ik die uitleg geven." Nee beste mensen. Yusuf alayhi salam was een el kerim. Was el kerim. En één van de eigenschappen van el karim is dat hij niet aarzelt in het doen van het goede. In het verrichten van liefdadigheid. En daarom zegt onze profeet alayhi salatu salam. Over deze reactie van Yusuf alayhi salam. Hij zei: Laqad aajibtu min Yusuf. Wasabarihi wa, wa Ik stond versteld van Yusuf. En zijn geduld. En zijn gulheid. والله يغفر له وَمُوْخَ الله سبحانه وتعالى هم في حين سئل عن البقرات toen hij werd gevraagd أو كوية أو فردي دروم لو كنت مكانه ما أخبرتهم in إن زين بلاك had ik هن نيت بريخت دروم حتى اشترط ان يخرجوني حتى اشترط ان يخرجوني توضتك اس فوروارده هتgesteld dat zij mij eerst zouden vrijlaten ولقد عجبت منه انك ستارست van Yusuf عليه salam حين اتاه الرسول لو كنت مكانه لبادرتهم الباب Ik stond versteld van Yusuf alayhi salam. Toen die boodschapper van dat bericht naar hem toe kwam. Als ik in zijn plek stond, had ik mij gehaast naar de deur. Dus de profeet, onze profeet alayhi salatu. Spreekt zijn bewondering uit voor Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam gaf die uitleg. En hij antwoordde, jullie zullen zeven op een volgende jaren hetzelfde als gewoonlijk zaaien. En jullie zullen dat wat jullie oogsten in hun aren moeten laten. Behalve een klein deel. Behalve een klein deel van datgene wat jullie mogen eten. Toen mij يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. Vervolgens komen daarna زيفن zware jaren, die dasgene wat jullie ervoor, vooruit hebben gezonden, hebben gelegd, zullen verteren. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Komt er daarna een jaar waarin mensen een overvloed aan regen krijgen. en waarin zij onder andere drijven zullen persen. Een opmerkelijke vreemde droom met een duidelijke uitleg, beste mensen. Van wie? Van Yusuf alayhi salam, als siddiq de waarachtige. <togelijk> Degene die niet alleen bekend stond om zijn adviserende rol op het gebied van het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij stond ook bekend om zijn adviserende rol op het gebied van dit wereldse leven. Hij wilde het goede voor de mensen in het hiernamaals, maar hij wilde ook het goede voor de mensen in dit wereldse leven. Hij was een betrouwbare raadgever, zelfs tegenover de ongelovigen. Want de koning, beste mens, die was ongelovig. Maar dit behoort tot de eigenschappen van een ware moslim. En niet wat wij hier en daar horen. Van sommige onwetende moslims en af en toe zelfs van zogenaamde praktiserende moslims. Die mag je bestelen. Die mag jij bedriegen. Tegen hem mag jij liegen. Waarom? Omdat zij of hij ongelovig is. Dit is onjuist, beste mensen. Dit is een fout. Dit behoort niet tot het geloof. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En zie hier hoe onze profeet Yusuf salam eerlijk is. waarachtig is. tegenover de ongelovige koning. Hij bedriegt hem niet. En hij zegt niet: hij is ongelovig. en daarom zal ik hem niet adviseren. Yusuf salam wilde het goede voor de hele mensheid. En toen de koning deze uitleg hoorde, kalmeerde hij. Hij vond zijn rust. En hij beval zijn bedienden om Yusuf alayhi salam bij hem te brengen. Maar Yusuf weigerde. En zei tegen die bediende: keer terug naar jouw meester, naar de koning en vraag wat er is gebeurd met die vrouwen die in hun handen hadden gesneden. Toen de koning dit te horen kreeg, nodigde hij die vrouwen uit. Hij verzamelde hen en vroeg aan hun hoe zit het met jullie zaak? Met het voorval waarbij jullie Yusuf alayhi salam probeerden te verleiden om zich aan de slechte daad met jullie over te geven. أتون زايد زاي حَاشٍ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء الله بهدى ما بيت سَلِخَتْ سلختس أو فرهم تزخة قالت قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ده فراوفنا العزيز دي بسوك عن بيزخ أن دي زاي ده وارهايت إس أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين Ik wilde hem verleiden, en waarlijk hij behoort tot de waarachtige. De waarheid kwam helemaal aan het licht, beste mensen. De onschuld van Yusuf ayam stond nu helemaal als een paal boven water. En dit was precies de reden dat Yusuf a.s. weigerde om meteen de gevangenis te verlaten. Hij wilde deze alleen verlaten, beste mensen, als zijn naam helemaal gecijferd was. Zijn onschuld helemaal als een paal boven water stond. Want als hij, als hij in het begin gehoor had gegeven aan zijn vrijlating, dan zouden de mensen zeggen, de koning heeft hem alleen vrijgelaten omdat hij zijn droom heeft uitgelegd. Maar nu, zijn naam is gecijferd, is het moment daar om de gevangenis te verlaten. Nu zal hij meer en meer respect aanzien, afdwingen bij de mensen. Zodat zij zijn daden zullen accepteren. Jozef a.s. die kwam vrij. Zijn naam was helemaal gezuiverd. En de koning maakte hem tot een van zijn naasten. En zei tegen hem... Inna kaliyoum al-daina amin. Waarlijk, vandaag sta jij bij ons in jouw recht en jij bent betrouwbaar. De koning maakte Yusuf alayhi salam tot een van zijn naasten: tot een vertrouweling, iemand die dicht bij hem staat. En de koning, beste mensen, die had veel bewondering voor Yusuf alayhi salam, om zijn kennis. In het specifiek zijn kennis over het uitleggen van dromen. Om zijn geduld en standvastigheid. Om zijn kuisheid. Terwijl hij meerdere, meerdere malen verleid is. Om het feit dat hij onrecht was aangedaan. Om zijn waarachtigheid. Zijn eerlijkheid. Om het feit dat Yusuf alayhi salam het goede wilde voor de mens. In. Hiernamaals, maar ook in dit wereldse leven. En dit was dan ook de reden, beste mensen, dat die koning uiteindelijk moslim is geworden. Yusuf a.s. die zei toen: Kale ja il Stel mij aan als toezichthouder over de opslagplaatsen. Niet omdat ik mooi en knap ben. In alim. Waarlijk, ik ben een bedreven toezichthouder. Ik ben een betrouwbare toezichthouder. Ik heb de kennis, de inzicht om een goede toezichthouder te zijn. Ik weet wat er gaat komen. En ik kan als geen ander het beste handelen over die jaren die zullen gaan komen. En zo bekleedde hij deze grote functie. Hij werd de minister. Degene die ging over de economie in Egypte. Aziz zo Misr die maakte plaats voor Yusuf alayhi salam. En dit vers Leert ons, beste mensen, dat het is toegestaan voor een persoon dat hij zichzelf prijst. Dat hij bericht over bepaalde goede eigenschappen van zichzelf. Niet om hiermee te pronken. Niet zodat mensen hem gaan prijzen. En zonder hierover te liegen. Maar als hier een bepaalde belang voor is, dan is dit toegestaan. Yusuf a.s. schoof zichzelf naar voren en maakte de koning bekend dat hij de man was voor deze functie. Omdat alleen hij in staat is om het algemeen belang te dienen, hij bezat die eigenschappen die nodig waren om deze functie op de best mogelijke manier te doen. Ten uitvoer te brengen in het belang van alle mensen. En zo vestigde Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam op aarde, geëerd en op een comfortabele wijze. En kon hij zich daar overal vrij op begeven. Zoals hij wilde. En na jaren van gevangenschap leefde Yusuf alayhi salam. Nu helemaal vrij op een hele hoge positie die hij bekleedde, namelijk de minister. De minister van Economie in Egypte. En zo passeerde en gingen die eerste zeven jaren, die, die gingen voorbij. En alayhi salam was hier helemaal op voorbereid. Hij liet op iedere plek in Egypte. Waar het mogelijk was om te zaaien, liet hij de mensen zaaien. Hij liet deze enorme kans en gelegenheid niet aan zich voorbij gaan. Want hij weet wat er gaat komen. Hij maakte grote opslagplaatsen voor opbrengst, voor voedsel. En de bevolking at alleen datgene wat zij echt nodig had. En toen braken die zeven droge jaren aan. En werd de nood duidelijk zichtbaar. Niet alleen in Egypte, maar ook daarbuiten. Er was geen regen. En er was een enorme droogte. Yusuf ayhi had heel veel voedsel opgeslagen, genoeg voor de mensen van Egypte, maar ook genoeg voor de mensen daarbuiten. En dit werd bekend. Mensen buiten Egypte. Kregen te horen dat in, dat in Egypte genoeg voedsel was. Dat daar een rechtvaardige wezier was die bekend stond om zijn kennis. Die bekend stond om zijn karaktereigenschappen. En die bekend stond om zijn gulheid. En dit nieuws, beste mensen, bereikte ook de familie van Yusuf alayhi Zijn broers. En zijn vader Yaqub alayhi salam. En ook daar in de Filisteen, in Palestina, was de nood hoog. Ook daar was er een enorme droogte, geen regen. En het gevolg was een enorme hongersnood. En zo besloten de broers van Yusuf alayhi salam om die reis af te leggen naar Egypte om daar voedsel in te kopen. Allahu subhanahu wa ta'ala bericht ons hierover. يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له En de broers van Yusuf alayhi salam kwamen naar Egypte en traden bij hem binnen om voedsel te vragen, om voedsel in te kopen en hij herkende hen maar zij herkende hem niet. Hoe kan dat beste mensen? Dat hij hen herkende, maar dat zij hem niet herkenden. Toen ja. zij uit elkaar gingen beste mensen, was Yusuf alayhi heel jong. En een jongeling wanneer hij ouder wordt, Verandert zijn gezicht, zijn uiterlijk, zijn gelaatstrekken. En wij weten dat Yusuf alayhi salam in het huis van Al-Aziz een lange tijd verbleef. Totdat hij op een leeftijd kwam waarbij hij zowel mentaal als fysiek rijp was. Vervolgens heeft zich het voorval met de vrouw van Al-Aziz afgespeeld. Daarna het besluit om hem de gevangenis in te laten gaan. Hij verbleef zeven jaar in de gevangenis. Vervolgens zijn de eerste zeven jaren voorbij gegaan van de droom van de koning. En pas in het eerste of tweede jaar van die daarop volgende zeven jaren vond dit weerzien tussen Yusuf alayhi salam en zijn broers pas plaats. Dus vanaf het moment van uit elkaar gaan tot het moment van weerzien. Zit minimaal, beste mensen, 20 jaar. En sommige geleerden spreken van een periode van 40 jaar. En in die jaren, beste mensen, kan het gezicht van een jongeling zo veranderen. Kunnen de gelaatstrekken van een jongeling zo veranderen. dat hij niet meer te herkennen is. Dit in tegenstelling tot die, tot die broers, zij waren een stuk ouder. En een oudere persoon die zal niet of niet veel veranderen in uiterlijk. Een tweede argument of reden is dat hij hen herkende, is om het feit dat zij hem aanspraken met hun taal, met hun dialect. En zij herkende hem niet omdat hij sprak met de taal van de inwoners van Egypte. En daarbij komt nog kijken, beste mensen, dat het nooit bij hun, bij die broers, was opgekomen dat Jozef salam deze hoge positie zou bekleden in zijn leven. En een andere reden die wordt genoemd, beste mensen, is dat Allah subhanahu wa ta'ala hen kenbaar maakte aan hem. En hem en Yusuf alayhi salam niet kenbaar maakte aan zijn broers. Toen Yusuf alayhi salam hen had voorzien van hun levensmiddelen van voedsel. Nadat hij een gesprek met hun had en zij hem vertelde dat zij nog een broer hebben die zij hebben achtergelaten bij hun vader, toen zei Yusuf alayhi salam tegen hen. Breng mij die broer van jullie. Breng mij die broer van jullie de volgende keer. Zien jullie dan niet dat ik de volle maat van voedsel geef en dat ik de beste onder de gastheren ben? Zien jullie, zien jullie dan niet dat ik goed voor jullie ben? Dat ik jullie. Een enorme gunst heb verleend, dat ik jullie met gastvrijheid heb ontvangen. Breng mij die broer van jullie de volgende keer. Als jullie hem niet bij mij brengen de volgende keer, dan valt er geen maat, geen voedsel meer te halen bij mij. En... Zullen jullie niet, niet en zullen jullie niet bij mij in de buurt komen? Hij gaf hun hoop. Vervolgens maakte hij hun bang door hun erop te wijzen dat als zij hun broer de volgende keer niet meenemen, dat zij niets zullen krijgen. Sterker nog, zij hoeven niet eens in de buurt te komen. Yusuf a.s. wist dat zij terug moesten komen, want een Filistijn had zwaar te kampen met droogte. Er was geen regen en zij waren afhankelijk van het voedsel wat Yusuf salam had opgeslagen in Egypte. En daarom antwoordden zij, de broers van Youssef Alejisalem, wij zullen zijn vader proberen over te halen om hem mee te sturen. En waarlijk, wij zullen dit zeker doen. Youssef a.s. beval toen een van zijn bedienden om de rijkdommen, het geld, het zilver. De zaken die als betaalmiddel fungeren, waarmee, waarmee zij het voedsel hadden gekocht, om dit terug te plaatsen in hun reistassen. idhan qalabu ila ahlihim, la'allahum yarji'un. Opdat zij het zullen herkennen, wanneer zij terugkeren naar hun familie en opdat zij weer bij ons zullen terugkeren. Waarom plaatste Yusuf alayhi salam die rijkdommen terug in hun reistas? Om meerdere redenen, beste mensen. Ten eerste was hij bang dat die rijkdommen, die betaalmiddelen, als hij deze zou aannemen, dat zij de volgende keer niet zouden terugkeren, omdat zij wellicht niet in staat waren of zullen zijn om voedsel te kopen. Ten tweede vond hij het niet gepast, beste mensen, om iets aan te nemen van zijn broers, van zijn vader, in ruil voor voedsel. Hij zag dit als een vorm van onvriendelijkheid, ongehoorzaamheid aan zijn vader. En de derde reden is dat hij wilde dat zij vertrouwen kregen in Yusuf alayhi salam, zodat zij de volgende keer opnieuw zullen komen. De broers keerden terug naar hun vader zonder dat zij wisten dat hun rijkdommen, hun betaalmiddelen, hun spullen عن هبارة رخخيف فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون زي كير ناره فادر زي زي. أو فادر The is ons Stuur daarom onze broer met ons mee, zodat wij alsnog de volle maat zullen krijgen aan voedsel. En waarlijk, wij zullen zeker over hem waken. En deze woorden, beste mensen, had Jacob alayhisselam eerder gehoord. En daarom antwoordde hij. Qala hal amanukum alayhi illa amintukum ala aghihi min qabin. Hij zei: Moet ik hem aan jullie toevertrouwen? Zoals ik eerder ook zijn broer en Yusuf aan jullie toevertrouwde. Vallahu khairun Allahu subhanahu wa ta'ala is de beste waker. Wa huwa arhamur rahimin. Hij is de meest barmhartige onder de barmhartigen. Op dat moment, beste mensen. Waren de broers sprakeloos? Zij konden niets meer zeggen. Want zij wisten dat hun vader helemaal gelijk had. Zij wisten dat zij fout zaten. Dat zij eerder deze be belofte hadden gedaan en toen niet waren nagekomen. En daarom zwegen zij en keerden terug naar hun reistassen. En toen zij hun reis naar open openmaakte, ontdekten zij dat hun spullen aan hen waren teruggegeven. Zij zeiden Oh onze vader, wat willen wij nog meer? Zie hier onze spullen zijn aan ons teruggegeven. En wij kunnen als u hiermee akkoord gaat. Voedsel voor onze familie gaan halen. En wij zullen onze broer beschermen. En onze maat van voedsel zal met een volle kameellading toenemen. Het is dus een gemakkelijke maat om te verkrijgen. Zij probeerden hun vader te overtuigen, beste mensen. Door hem erop te wijzen dat zij eerlijk waren. En dat zij met voedsel terug zijn gekomen. En dat zelfs hun spullen zijn teruggegeven aan hen. Allemaal omdat die persoon in Egypte, El-Wazir, die minister, goed voor ons is geweest. Laat ons terugkeren, zeiden zij tegen hun vader. Met onze broer, met Benjamin. En wij zullen opnieuw met voedsel terugkeren. En wij zullen hen beschermen. Yaqub salam die antwoordde... Ik stuur hem niet met jullie mee... totdat jullie aan mij een plechtige eed... in de naam van Allah subhanahu wa ta'ala afleggen... waarin jullie zweren dat jullie zeker met hem... naar mij zullen terugkeren... behalve als jullie door iets worden omsingeld... waardoor dit niet kan. En de broers gingen hiermee akkoord. فَلَمَّا آتَوْهُ

Besloot Jacob alayhi salam om alsnog Benjamin met hun mee te sturen. Hiervoor zijn verschillende redenen. De eerste reden, beste mensen, is dat de broers van Yusuf alayhi salam na het voorval met hem, meer dan twintig jaar geleden, dat zij waren veranderd. Jacob alayhi salam zag dat zij waren veranderd. Dat zij beter waren geworden, correcter, deugdelijker. Hij zag in hun goede eigenschappen. Hij zag dat zij vrome mensen waren geworden, die gehoorzaam waren aan hun vader. De tweede is dat zij en de broers helemaal geen gevoel van afgunst lieten zien jegens Benjamin. En de derde is dat. Yaqub a.s. besloot om Benjamin met hen mee te sturen. op bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En de vierde reden is dat hij, en Yaqub a.s., dit deed omdat hij gerustgesteld was. nadat hij had gezien dat de spullen. van zijn zonen. Hey, uh, waren teruggegeven aan hen door die minister. ...in Egypte. En zo gaf... Jacob a.s. toch de goedkeuring... ...om Benjamin met hun mee te sturen. En gaf hij... ...hun een wasia... ...een opdracht. O mijn zonen... ...treed niet via één poort naar binnen... Maar treedt via verschillende poorten naar binnen. Hij vreesde de beste mensen. Dat de lijn het oog hen zou treffen. Wanneer zij allen door één poort naar binnen zouden treden. Omdat zij, de broers, er heel mooi uitzagen. Een oh. grote aanzien hadden. En allemaal zonen waren van één vader. En een lijn, beste mens, kan de mens treffen. Natuurlijk alleen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar de een kan de mens schaden. Kan zelfs de mens doden. Zoals onze profeet alayhi salatu salam, heeft gezegd. -de al lijn tot de rajul rajula al-qabr. De lijn het oog kan de aanleiding zijn dat een persoon het graf in zal gaan, Ei, dat hij wordt gedood door een lijn. Wat de genoeg El gemel el en kan ook een aanleiding zijn dat een kameel de pan in kan gaan, Ei, dat die kameel. Wordt gedood door een lijn en vervolgens komt hij in een pan terecht, zodat mensen hem kunnen eten. En dit geeft aan, beste mensen, dat een lijn het oog, de mens en zelfs een dier kan schaden, kan doden. En natuurlijk alleen maar met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt, zegt Jacob alayhi salam: En ik kan jullie niet beschermen tegen de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo vertrokken de broers met Benjamin opnieuw naar Misr, naar Egypte. En toen zij Egypte binnentraden, zoals hun vader hun had opgedragen, en bij Yusuf alayhi salam binnenkwamen. Ontving hij hen met grote gastvrijheid. Vervolgens plaatste hij iedere twee broers in een kamer. En bleef er één over. En dat was Benjamin. Deze was alleen. En toen zei Yusuf salam. Die zal in mijn gezelschap verkeren. Die zal bij mij overnachten. En zo onthulde. يوسف عليه السلام آن بن يمين في هفص هم ماكت زين إن دتيتات الله سبحانه وتعالى زخت روفر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أَخَاءَ أن تنزاب يوسف عليه السلام بين انتراضا أمير فتصل تكرايخا نم هاي زين برور قال إني أنا أخوك هذا زين إبن Dus treur niet vanwege wat zij deden. Hij onthulde wie hij was. En vertelde hem wat hij van plan was om hem bij zich te houden. En beval hem om dit voor zich te houden. Wat was hij van plan, beste mensen? Wat wilde hij doen om Benjamin bij zich te houden? Yusuf a beval een van zijn bedienden. Om het drinkgerei van de koning, die van goud was, ingelegd met, ingelegd met juwelen, met edelstenen, om die te plaatsen in de rijstas van Benjamin. <tiedert> en toen hij hen had voorzien van hun levensmiddelen, van het voedsel. <tiedert> plaatste hij het drinkerij in de rijstas van zijn broer. En toen zij wilde vertrekken, beste mensen, om terug te keren naar hun vader. Vervolgens riep een oproeper, O jullie in de karavaan, voorwaar jullie zijn zeker dieven. De oproepers gingen naar de broers toe. En zeiden tegen hen: hebben wij jullie niet geëerd als gasten? Hebben wij jullie niet ontvangen met gastvrijheid? Hebben wij niet goed gezorgd voor jullie? En zij antwoordden steeds: ja, zeker. Hebben wij jullie niet de volle maat van voedsel gegeven? En de broers antwoordden: ja, zeker. Toen zeiden de oproepers: het drinkerij van de koning is kwijtgeraakt en alleen één van jullie die kan deze hebben gevakt. En de broers die antwoordden, <tot> ze zeiden bij Allah, voorzeker, jullie weten dat wij niet zijn gekomen om verderf op aarde te zaaien. En wij zijn geen dieven. Wij zijn de zonen van een profeet. Zulke slechte daden doen wij niet. Kalu فما جزاؤه in kuntum Toen zeiden die oproepers, die jonge mannen, tegen die broers: Wat zal zijn vergelding? Een van de dief zijn als jullie leugenaars blijken te zijn. Kalu Zij zeiden: Zijn vergelding is datgene in wiens rijstas het drinkgerei gevonden wordt, hij zelf als vergelding zal dienen. Yusuf had een geniale tactiek uitgestippeld, beste mensen. Hij had een enorme list beraamd. Een goede list. Een list die geliefd is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk deed hij dit alleen maar op bevel van zijn Heer. Hij plaatste het drinkerij in de rijstas van zijn broer. Zonder dat zij het wisten. Vervolgens werden die broers opgeroepen. En werden zij gewezen op het feit dat die drinkgarei heel duur is. En dat de schuldige, wanneer hij wordt opgepakt. Zodat dus wanneer de schuldige wordt opgepakt, dat zij niet tegen zullen spreken. En het derde, en dat was de meest geniale zet van Jozef, is dat hij het oordeel overliet aan hun. Normaal, beste mensen, is het zo dat wanneer een dief wordt gepakt, dat de leider van dat land oordeelt over hem. In dit geval, de koning van Egypte. En een dief in die tijd, die zou of worden geslagen of worden verbannen. Maar dat is niet wat Yusuf alayhi salam wilde, beste mensen. Daarom liet hij dat oordeel aan hun over, aan die broers. Waarom? Omdat het oordeel over een dief in de wetgeving van Jacob alayhi salam. Die was dat wanneer. Iemand steelt, dat hij als straf een slaaf wordt van degene van wie hij heeft gestolen. En Jozef salam die wist dit. Dus daarom toen hij dat oordeel overliet aan die broers, antwoordde zij: de dief die mogen jullie houden als slaaf. Dit is de wetgeving bij ons. Dit is de wetgeving. Van Jacob alayhi salam. En dit is precies wat Yusuf alayhi salam wilde. Dus begon hij en Yusuf alayhi met het doorzoeken van hun spullen. Voor het onderzoeken van de spullen van zijn broers. En dit deed hij met opzet. Want als hij eerst was begonnen. Met het onderzoeken van de rijstas van Benjamin. En die drinkgerei eruit had gehaald. Dan zou dit argwaan opwekken bij die broers. Maar hij begon eerst met het onderzoeken en het doorzoeken van de spullen van, van de broers. De eerste broer. De tweede. Derde. Vierde. Vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en toen de tiende, en niets was gevonden. Deze broers haalden opgelucht adem en dachten: hij zal niets meer kunnen vinden. Wij hebben niets gestolen. min achi. Vervolgens haalde hij en Jozef het drinkgerei uit de rijstas van zijn broer, van Benjamin. En toen de broers dit zagen, bogen zij hun hoofden. Het schaamt. En keken naar de grond. En zo maakten wij voor Jozef salam een plan, een list. Allah subhanahu wa ta'ala noemt dit een list. Maar een goede list. Een list, een list die geliefd is. Allah Subhanahu Wa Taala. En zoals beste mensen, zijn broers in het begin een sluwe, gemeene, slechte list beraamden voor Yusuf alayhi salam, worden zij nu door middel van hun geliefde goede list bestraft door Yusuf alayhi salam. En zoals die broers in het begin door middel van een sluwe, gemeene, slechte list. Jozef a.s. hebben weggenomen van zijn broer Benjamin. Zonder dat Jozef a.s. hierin een keus had. Wordt diezelfde Benjamin nu weggenomen van hen. Met een goede list. Zonder dat zij hierin een keus hebben. De broers die waren verbijsterd. Verbaasd. En wilden zichzelf Vrijbaar. als hij heeft gestolen, voorzeker, een broer van hem heeft eerder ook gestolen. Zij doelden op Yusuf. A. Wij zijn niet zo. Dit zijn hun tekortkomingen. Wij hebben daar niets mee te maken. En dit was een leugen, beste mensen. Yusuf had nooit eerder gestolen. Yusuf alayhi salam zijn niets. Maar zij in zichzelf kale en Jullie hebben de slechtste plaats. En Allah is beter op de hoogte van wat jullie beschrijven. De broers vertelden Yusuf a.s. dat Benjamin een oude vader heeft. Die om hem zal treuren. Neem één van ons in zijn plaats. Maar Yusuf antwoordde: Kale me avallah. En illa man mata'ana In idan la Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Dat ik iemand anders zou nemen. Dan degene bij wie wij onze spullen hebben gevonden. Waarlijk wij zullen dan zeker onrecht. Zijn. En let op de precisie van het taalgebruik, beste mensen. Hij zegt bij wie wij onze spullen hebben gevonden. Hij zei niet gestolen, omdat hij wist dat zij niets hadden gestolen. De broers hadden de hoop opgegeven. Zij trokken zich terug in het geheim om onderling overleg te plegen. En de oudste van hen, onder hen, die zei... Weten jullie niet dat jullie vader een plechtige eed van jullie heeft afgenomen in de naam van Allah subhanahu wa ta'ala en jullie al eerder en jullie al eerder nalatig zijn geweest met betrekking tot Yusuf Ik zal daarom, hey, dit zei de oudste onder hen. Ik zal daarom dit land niet verlaten totdat mijn vader toestemming geeft of Allah subhanahu wa ta'ala over mij oordeelt. En zo Bleef die oudste achter. En zo bleef Benjamin achter. En de oudste onder hen, die zei tegen zijn broers: ila Keer terug naar jullie vader. En zeg al onze vader: Waarlijk, uw zoon heeft gestolen. En wij getuigen slechts alleen wat wij weten. En als u hierover twijfelt, vraag de mensen van de stad waar wij waren. Vraag de mensen van de stad waar wij waren. En de mensen van de karavaan met wie wij zijn gekomen. Voorwaar, wij zijn zeker waarachtig. Wa inna la Voorwaar, wij zijn zeker waarachtig. Yaqub a.s. antwoordde. Zoals hij eerder had geantwoord. Wel nee. Jullie hebben voor jezelf een zaak schoonschijnend gemaakt. En dit is precies wat hij zei beste mens. Toen zij in het begin zonder alayhi salam terugkeerde. En dit geeft aan dat Ya'aqob salam geen kennis heeft over Al-Ghaib. Over het onwaarneembaar. Want de eerste keer logen zij. Maar deze keer waren zij waarachtig. Maar dit is ook een van de nadelige gevolgen van het liegen. Want als je eenmaal hebt gelogen en mensen komen daarachter, ook al toon je berouw, het zal je altijd blijven achtervolgen. Mensen zullen altijd wantrouwend tegenover jou zijn. Er rest mij niets anders dan het mooi geduld. Hopelijk zal Allah subhanahu wa ta'ala hen allemaal, alle drie, Yusuf a.s., Benjamin en de oudste die daar achter bleef.

Namen zijn broers hem mee en kwamen zij terug zonder Jozef. En zeiden zij tegen hun vader: Hij is verslonden door de wolf. En hier met Benjamin namen zij hem mee en kwamen zij zonder hem terug. En zeiden zij tegen hun vader: Hij heeft gestolen. Twee situaties die zwaar op elkaar lijken. En daarom.

Hij wende zich af van hen. Hij wende zich af van hen. En zei: Oh, wat ben ik toch bedroefd om Yusuf alayhi Hij was niet één zoon, nu kwijtgeraakt, beste mensen, maar twee zonen: Drie zonen. Yusuf alayhi Benjamin en die oudste die daar. achter is وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. En zijn ogen, beste mens. die werden wit van verdriet, van het gehuil, van die pijn. En hij werd blind. Hij werd overmand door verdriet. En wanneer wij hierbij stilstaan, beste mensen. met deze woorden, dan kunnen we alleen maar één ding zeggen: dat dit hartverscheurend is. En de broers, die zagen dit, die zagen dat hij kapot ging, hun vader, en ze hadden met hem te doen. Ze hadden medelijden met hem en zeiden bij Allah: U zult nooit ophouden met het gedenken van Yusuf. Totdat u uitgeput raakt. Of totdat u behoort tot degenen die vernietigd zijn. En toen sprak Jacob salam Die hele mooie woorden uit. Die laten zien wat verband hij heeft met. الله سبحانه وتعالى قال انما اشكو بثي وحزني الى الله هذا ik do mijn beklag over mijn zorg en verdriet slecht en alleen bij Allah bij degene die deze allemaal kan wegnemen en Let op het woord van البيث. Daarover zeggen de beste mensen. Dat dit niet alleen maar verdriet was, maar een verdriet die bijna niet te verdragen is, beste mensen. Die bijna niet meer te verdragen is. En daarom is er overgeleverd van Omar radiyallahu anhu. De bekende metgezel van onze profeet alayhi salatu was salam. Dat hij in het gebed van een feger. reciteerde. met het hoofdstuk. Yusuf. Totdat hij kwam bij dit vers. Kale inna ma bethi wa huzni En hij barstte in tranen uit, beste mensen. Hij kon. Dit hoofdstuk niet meer afmaken. En zelfs de mensen in de laatste rij hoorden zijn gesnik. Hij zei: Ik doe mijn beklag over mijn zorg en verdriet die bijna niet te verdragen zijn, beste mensen. Slechts By Allah subhanahu wa wa ma la En ik weet over Allah wat jullie niet weten. Ik weet dat de redding nabij is en dat die droom van Yusuf salam zal uitkomen. En zo brak het derde jaar aan, beste mensen. Van die zeven droge jaren. Opnieuw was er veel droogte, geen regen. En een enorme hongersnood. Het was weer tijd om naar Egypte te gaan. Om voedsel te halen. Om voedsel in te kopen. En toen zeiden de broers. Bij hem, bij Jusuf. Binnen traden. Om voedsel te vragen. Zeiden zei, oh, zij. Wij. En onze familie zijn door tegenspoed getroffen. En wij zijn met weinig spullen gekomen, met weinig geld, met weinig betaalmiddelen. Maar geef ons toch de volle maat en schenk ons liefdadigheid. Yusuf a.s. keek naar hen en zag hoe zij hem bijna smeekten. Om voedsel. In wat voor ellende en tegenspoed zij zich bevonden. Hij kreeg medelijden met hen. En hij zag dat het tijd was beste mens. Om zijn identiteit te onthullen. Om zichzelf bekend te maken. De lessen en de leringen die waren voorbij. Het was nu tijd voor de enorme verrassing. Waar zij nooit aan gedacht hadden. Yusuf a.s. antwoordde: Weten jullie wat jullie met Yusuf en zijn broer hebben gedaan. toen jullie onwetend waren? Opeens sprak hij hen aan, beste mensen. in hun eigen taal, in hun eigen dialect, in het Hebreeuws, zonder vertaler. En toen werd. Hun alles duidelijk. Alles viel op zijn plek. Die bekende stem, die stem die zij nu horen, die kwam hun bekend voor. De gelaatstrekken van die persoon, die doet hun denken aan de gelaatstrekken van Yusuf alayhi salam. قالوا لا لأنت يوسف زاد زي زي فوفا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي هذا إجمان يوسف دي تسمع برور قد من الله علينا فور زيكر الله سبحانه وتعالى هيفت أنس بخنستخت إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فارلك دخينة دي الله فريست إن is Voorwaar Allah subhanahu wa ta'ala doet de beloning voor de weldoeners niet verloren gaan. De broers gaven zich over. Gaven toe. Erkenden wat zij gedaan hadden. Allahi Allahu alayna wa in kunna Bij Allah voorzeker Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou boven ons verkozen. En waarlijk wij waren in het verleden zeker zondaren. En Yusuf, a.s. salam, antwoordde. Het treft. Er treft jullie vandaag geen blaam. Mogen Allah jullie vergeven. Wahua Arhamur En hij is de meest barmhartige onder de barmhartigen. En let op die woorden beste mensen. La tethribe aleikum. Er treft jullie vandaag in blaam. Allahu akbar. Ik neem jullie niets kwalijk. Ik verwijt jullie niets. Mogen Allah jullie vergeven. Hij vergaf hen. Een totale vergeving. Zonder hen te beledigen. Zonder hen uit te schelden. Hij noemde zelfs die zonde die zij hadden gepleegd. Die noemde hij niet beste mensen. In plaats hiervan verrichtte hij smeekbeden. Vroeg hij Allah om hun te vergeven. En de groot geleerde Imam al sadi zegt over deze bijzondere reactie en eigenschap van Yusuf alayhi salam "Wa hada nihayatul ihsan alladhi la Illa min Hij zegt: dit is het toppunt van liefdadigheid. Die alleen afkomstig kan zijn van de elite, van de schepping en van de beste, van de uitverkorenen. Na dit emotionele weerzien en voorval vroeg Jozef a.s. hen over hun vader en zij vertelde hem dat hij blind was geworden door alles wat er is gebeurd, dat hij een enorme verdriet heeft.

Die was enorm beproefd, beste mensen. Maar hij was enorm geduldig. Hij was tevreden met het kader van Allah subhanahu wa ta'ala. Jacob a.s. was overmand door verdriet, door bezorgdheid. Hij was zelfs blind geworden, beste mensen. Maar opeens kalmeerde hij. Opeens werd die verdriet en die bezorgdheid weggenomen en de tranen begonnen op te drogen. Hij voelde blijdschap en vreugde en zei tegen zijn familie die aanwezig waren bij hem: Inni Yusuf. Waarlijk, ik ruik zeker de geur van Yusuf. Hoe kan hij de geur van Yusuf ruiken, beste mensen? Hierover zeggen de geleerde beste mensen: dat de wind toestemming vroeg aan Allah subhanahu wa ta'ala. Om de geur van Yusuf alayhi salam te brengen naar Ya'qub alayhi salam voordat de broers bij hem zouden aankomen. Allahu akbar. als jullie mij maar niet verdwaas uitmaak. Als jullie maar niet zeggen dat ik gek ben, dit zei hij tegen zijn familieleden. Toen antwoordde zij: Ze zeiden bij Allah: waarlijk, u verkeert in uw eerdere dwaling, u zit fout. Je weet niet wat je zegt. Uw liefde voor Yusuf alayhi salam is zo doorgeslagen dat u dingen verbeeld. En dit geeft aan beste mensen dat zij dachten dat Yusuf alayhi salam niet meer leefde. Maar toen de verkondiger van verheugende tijding van verheugende tijdingen kwam. En hij het hemd. in het gezicht van Jacob alayhi salam wierp. kreeg hij en Jacob alayhi salam zijn gezichts. zijn gezichtsvermogen weer terug. En degene. die hem. het hemd bracht, beste mensen. Dat was een van de broers. Dat was ook die broer. Die in het begin het hemd van Yusuf alayhi salam bracht naar zijn vader, besmeurd met bloed. Toen maakte hij zijn vader ongelukkig, maar nu maakte hij zijn vader gelukkig. Inni min allahi ma en toen zei Jacob alayhi salam: "Waarlijk heb ik jullie niet gezegd dat ik over Allah weet wat jullie niet weten?" Dit zei hij tegen zijn zonen en tegen die familieleden die daar aanwezig waren en de zonen beste mensen. De broers die hadden een enorme spijt en zeiden: "Qalu ya abana, istaghfir lana inna kunna khatieen." Ze zeiden: "O onze vader, vraag Allah om ons te vergeven voor onze zonden. Waarlijk wij waren in het verleden zondaren. Hij zei, ik zal mijn Heer vragen om jullie te vergeven. Waarlijk Hij is de meest vergevingsgezinde. De meest genadevolle. Hij beloofde hen om vergeving te vragen.

En toen zij bij Yusuf, alīhi binnentraden, omhelsde hij zijn ouders. Daar was dat moment, beste mensen, waar zij zo lang op hadden gewacht. Al die jaren van verdriet, pijn, bezorgdheid. Ya'qub alayhi salam was zelfs blind geworden. Zo'n zo lange periode. dat zij elkaar niet hadden gezien. Sommige geleden spreken van een periode van 35 jaar. Anderen spreken van een periode van 40 jaar. En er zijn zelfs geleerden die spreken van een periode van 80 jaar, beste mensen. Dat Yaqub alayhi salam. Yusuf alayhi salam. Niet had gezien. En je kunt je voorstellen beste mensen. Dat dit moment. Het moment van weerzien. Zeer emotioneel was. Toen zij bij Yusuf binnentraden. Omhelsde hij zijn ouders en zei. Treed als Allah het wil. Egypte veilig binnen. En hij liet zijn ouders plaatsnemen op de troon. En zij wierpen zich knielend voor hem neer. En wij hebben eerder gezegd beste mens. Dat het neerknielen uit eer betoont. In die tijd was toegestaan. En met de komst van onze profeet. Is dat verboden verklaard. En toen zei Yusuf alaihis salam. تيخن وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل Ô mijn vader, dit is de uitleg van mijn eerdere droom: قد جعلها ربي حقا Mijn Heer heeft deze zeker uit laten komen وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن En hij is zeker goed voor mij geweest toen hij mij uit de gevangenis haalde en jullie vanuit het platteland liet komen nadat de Satan vijandigheid Vijandigheid tussen mij en mijn broers had veroorzaakt. En zo voltooide Allah Subhanahu wa Ta'ala zijn gunst voor Yusuf alayhi salam en ook voor zijn vader Yaqub alayhi salam na een lange weg van beproevingen, rampen, ellende, pijn en verdriet. En

En u heeft mij de uitleg van de dromen onderwezen. wal ard. U bent de stichter van de hemelen en de aarde. En dunya wal akhirah. U bent mij beschermer in deze wereld en in het hiernamaals. Tawafani muslima. Laat mij dan ook als muslim sterven. Wa alhiqni -nee bi salihin. En verenig mij met de rechtschappen. En hierbij, beste mensen, zijn wij aan het eind gekomen van dit prachtig verhaal van Yusuf alayhi salam. En dit verhaal zit vol met profijtvolle lessen. En daarom zal de volgende lezing in het teken staan van een aantal van deze mooie lessen die wij kunnen halen uit het verhaal van Yusuf alayhi salam. En ik vraag ten slotte, Allahu subhanahu wa ta'ala, om ons meer profetvolle kennis te schenken. In het bijzonder kennis over de profeet. In de hoop dat onze imaan zal toenemen. In de hoop dat wij meer goede daden zullen verrichten. En ik vraag Allahu subhanahu wa ta'ala om ons te verenigen. مدي بروفيته ان الطرداس امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين